Nou, ik woonde dus in een mooi stenen huis, beneden bij de rivier. Het huis was van een rijke edelman die Nebamon heette. En hij had een vrouw, Anai. Ze gaf me altijd lekkere hapjes. Ik mocht er graag rauw. En twee kinderen. Een jongen en een meisje. Die steeds maar aan mijn staart trokken. Auw! Ik was dus niet zo dol op die twee. Maar natuurlijk had niet iedereen zo'n mooi groot huis. Zwarte Egyptische modder. Dat gebruikten de meeste mensen om hun huizen mee te bouwen. Het was eigenlijk heel simpel. Je nam wat modder en deed het in de vormen om de juiste grootte te krijgen. En dan voegde je wat stro toe om de modder sterker te maken. Daarna haalde je de vormen weg en liet je de stenen drogen in de hete Egyptische zon. Als de stenen eenmaal droog waren, konden ze gebruikt worden om huizen mee te bouwen. Zo werden bijna alle gewone huizen gemaakt. En na de bouw werden ze wit geverfd om de hitte van de zonnestralen te weerkaatsen. Veel van die huizen hadden een dakterras waar je kon zitten. En beneden een binnenplaats waar je lekker in de schaduw kon werken. Meestal waren hier de vrouwen bezig met koken of brood bakken. Maar in die dagen werkten de Egyptische vrouwen bijna de hele tijd binnenshuis. Rauw. Ze deden veel dagelijkse dingen met de hand of met hun hoofd. En wat de mannen deden, dat hing af van hoe rijk en machtig ze waren.